Welkom bij Test Talks, vandaag volledig in vakantiesferen. We gaan bellen en surfen van op reis, we smeren ons goed in tegen de zon, we krijgen enkele reistips mee, maar voor we vertrekken moeten we eerst onze belastingsbrief invullen. De maand juni is in volle gang. Mensen die hun belastingaangifte op papier indienen, ja, die hebben nog een beetje tijd, tot 30 juni concreet. Mensen die via TaxonWeb werken, die hebben nog tot 15 juli om hun aangifte in te dienen. En zij die met een accountant kunnen werken, die hebben nog tijd tot 30 september. Er zijn heel wat mensen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen. Er zijn ook anderen die een TaxonWeb formulier krijgen, waar al heel wat is ingevuld. Maar toch niet alles. En daarom is Geert er komen bij zitten, onze belastingsexpert. Dag Geert. Goeiedag Simon. Hoe belangrijk is dat eigenlijk om die online aangifte toch eens grondig na te kijken? Wel, het is zo dat de online aangifte en ook het voorstel van vereenvoudigde aangifte ook maar de gegevens bevat die de fiscus ter beschikking heeft. Mm-hmm. Dus het loont toch altijd wel de moeite om dat eens dieper of verder te controleren. Ik denk bijvoorbeeld aan uw persoonsgegevens of de inkomsten, of die wel volledig vermeld zijn. Maar uiteraard ook en vooral uw aftrekbare uitgaven. Ja, want die geven recht op belastingvoordelen natuurlijk. Welke mag ik zeker niet vergeten aan te geven? Wel, het is zo dat niet alles vermeld is en de zaken die niet vermeld zijn, zijn onder andere de uitgaven voor kinderopvang. Ik denk bijvoorbeeld aan uw leningsuitgaven in veel gevallen. En uw dividenden, de vrijstelling voor de dividenden, dat wordt ook niet vermeld. Dus dat is wel de moeite. Oké, want daar snij je wel iets belangrijk aan, die dividenden. Je hebt eens een voorbeeldprofiel gemaakt van een ouder koppel dat toch zijn belastingen kan optimaliseren. Kan je dat eens toelichten? Ja, inderdaad. Dat ging over een gepensioneerde met een laag pensioen van 15.000 euro. Die krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte. En daarin staat vermeld dat hij geen belasting verschuldigd is. Nu, dat lijkt goed. Maar dat is het in zijn geval eigenlijk niet. Want door onze berekeningen bleek toch dat hij tot 451 euro extra kon terugvorderen van de fiscus. En hoe komt dat dan? Ja, dat is eigenlijk omdat hij een vrijstelling van zijn roerende voorheffing, een vrijstelling van zijn dividenden kon aanvragen. Mm-hmm. En zo roerende voorheffing kon terugkrijgen. Okay. En anderzijds door een deel van zijn roerende inkomsten uit de kasbond bijvoorbeeld aan te geven, ja, kon hij nog een extra 211 euro terugvorderen. Geert, die cijfers allemaal goed en wel, maar die komen niet zomaar uit de lucht gevallen, neem ik aan. Hoe ben jij op die berekening gekomen? Nee, dat klopt. Ja. Ik heb daarvoor multitax gebruikt. Oké, multitax. Wat is dat voor iets? Ja, multitax is eigenlijk het belastingsberekeningsprogramma dat TestNakoop aanbiedt. Maar TaxonWeb berekent ook belastingen, dus wat doet multitax dat TaxonWeb niet kan? Ja, met multitax kan je bepaalde simulaties maken die in TaxonWeb niet mogelijk zijn. Je kan ook je beroepskosten uitgebreid simuleren. En het signaleert je eigenlijk welke belastingvoordelen je nog kan verkrijgen. Ja, dat laatste is wel heel interessant, dat ik zeker niets vergeet. Wil jij ook onbeperkt simulaties kunnen maken, herinnerd worden aan wat je zeker niet mag vergeten voor je belastingaangifte, dan kan je als lid van TestNakoop tegen een kleine vergoeding multitax bijbestellen. Klik op deze link. Of de zon vandaag schijnt, ik zou het niet kunnen zeggen, want ik zit heel de dag in een donkere studio. Gelukkig is ons zonnetje Ann komen bijzitten en ze is net terug van vakantie. Helemaal bruin en uitgerust. Hallo. Ann, jij hebt onze zonnecrèmes getest en je hebt er een aantal meegenomen. Hoeveel hebben we er eigenlijk in totaal onder de loep genomen? Wel, hier zie je maar een selectie van. Eigenlijk in totaal hebben we meer dan 50 zonnecrèmes getest. Oké, en heel belangrijke vraag. Doen die zonnecrèmes wat ze ons beloven? Wel, een grote groep. Gelukkig wel, maar toch een aantal ook niet. De eerste is eigenlijk kliniek. Hier zie je eigenlijk een SPF staan, 30. Factor 30 eigenlijk. Ja, en SPF wil eigenlijk zeggen bescherming tegen UVB. En dat is belangrijk om geen zonnebrand te hebben, ook bescherming tegen huidkanker. Deze zou eigenlijk maar een SPF 10 mogen hebben op de verpakking. Okay. Ja. En ook UVA is niet oké. UVA? Wat is dat dan? Wat is het verschil? UVA is eigenlijk vooral om u te beschermen tegen huidkanker en ook te beschermen tegen huidveroudering. Okay. Dus beide factoren zijn belangrijk. Ja. Dan heb je deze twee van Zwitserland. Deze is eigenlijk ook niet goed qua SPF 50+, zou moeten zijn SPF 30. Mm-hmm. En deze is ook niet goed qua UVA.
En dan heb je als laatste ISDIN. Deze SPF 30 zou eigenlijk maar SPF 15 mogen zijn. Maar de firma heeft laten weten dat dat product ondertussen niet meer te krijgen is. Met andere woorden, ze geven ons gelijk. Dat weet ik niet, maar één ding is zeker, wij laten onze producten testen in een erkend labo met de Europese juiste normen. We hebben het nu gehad over de slechte leerlingen van de klas. Er waren toch nog een paar goeie, mag ik hopen? Ja, inderdaad, die staan hier. Ja, okay. Deze twee behoren tot het goedkope gamma, maar bieden ook een goede bescherming. Deze producten zijn eigenlijk van de apotheek wel wat duurder, maar gaan vooral ook met de labels lopen. Grote afwezigen dit jaar, stel ik vast, Sien van Lidl, ja, die vaak in het verleden als beste van de test of beste koop beoordeeld. Nu staat die er niet meer bij. Hoe komt dat? Dat klopt. Het komt omdat wij eigenlijk wat strenger zijn geworden qua ingrediënten. Namelijk twee zonnefilters, octocrylene en homosalaat. Die willen we eigenlijk liever niet meer in zonnecrèmes zien. En bij de Sien komt de zonnefilter octocrylene voor. En als je die laat staan, kan eigenlijk een hormoonverstoorder worden gevormd. Okay, dus vandaar geen Sien meer dit jaar. Als ik op vakantie ga bijvoorbeeld, dan ben ik altijd op zoek naar een zonnecrème die ook goed is voor het milieu. Want ja, je doet dat op je lichaam, dan loop je de zee in. En ik wil ook geen schade aanrichten aan koralen en vissen. Is dat iets wat wij ook meegenomen hebben in deze test? Ja, inderdaad. Wij hebben dat dus eigenlijk getest. En het is wel zo dat de zonnefilters niet zo goed zijn voor het milieu. Maar eentje is er eigenlijk wel in geslaagd om ons eco-label te krijgen. Mm-hmm. Het biedt namelijk een goede bescherming tegen de zon en het is eigenlijk ook heel goed voor het milieu. Het is eigenlijk een filter, het is een zonnecrème met minerale filters. Het kan dus, hè? Dus als de fabrikant echt hun best doen, dan kan het. Ja. Ik zie hier ook zonnecrèmes staan die zich specifiek op kinderen richten. Hè. Je ziet dan zo'n figuurtje erover of een parasolletje. Maar voor mij een factor 50 plus is een factor 50 plus. Of is er toch een verschil? Nee, dat klopt. Kinderen best beschermen met factor 50 plus, omdat dat de hoogste bescherming is. Maar het kan evengoed zijn met een figuurtje of zonder een figuurtje. Het belangrijkste is voor kinderen dat er geen allergenen in voorkomen. En daarvoor moet je de ingrediëntenlijst nakijken. En welke allergenen dat zijn, dat vind je eigenlijk op onze website. Oké, wil jij weten welke zonnecrème je mee gaat nemen op reis? Neem dan zeker een kijkje via deze link. Wie voor 2017 op vakantie belde, sms'te of op internet ging, die betaalde zich blauw. Maar sinds dat jaar hebben we een regelgeving die maakt dat je eigenlijk in het buitenland aan dezelfde kosten kan bellen, telefoneren, surfen als hier in ons land. Dit jaar veranderen de regels opnieuw. Daarom is Christophe komen bijzitten, dat is onze telecom-expert. Welkom Christophe. Merci man. Wat verandert er eigenlijk dit jaar precies? Maar het belangrijkste nieuws is dat eigenlijk gewoon de regulering met 10 jaar verlengd wordt. Positief dus eigenlijk? Ja, dat is heel positief. Het is belangrijk om te weten dat die regeling alleen maar geldt binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie. Er zijn dus landen, vakantielanden, in de buurt van de EU waar die regels ja, niet gelden. Wat dan eigenlijk? Maar stel, ik zit op een Grieks eiland en mijn smartphone maakt automatisch verbinding met een Turkse zendmast die nabijgelegen is en een betere kwaliteit biedt. Ja. Dan ben je dus verbonden met een netwerk dat niet binnen die regulering valt en dan kunnen de kosten hoog oplopen. En hoe kan ik dat dan voorkomen? Want als ik mijn 4G gewoon eigenlijk open laat staan, ja, dan connecteert dat maar. Hè? Ik hou dat niet in het oog. Ja, we beseffen minder en minder of we nu via 4G of via wifi verbonden zijn. Dus dat is ook logisch dat we daar geen aandacht meer aan geven. Maar als je op vakantie bent, kan je wel ervoor zorgen door gewoon bij de instelling van je smartphone het automatisch verbinden met een gegevensnetwerk uit te schakelen. En dan ga je zelf de keuze mogen maken met welk netwerk je verbinding maakt. Dat gaat over gegevens. Laat ons het eens over ja, gewoon bellen hebben. Ik ben hier aan het zwoegen op kantoor in Brussel en ik mis jou, Christophe. Jij zit op jouw strand in Spanje en ik ga jou bellen. Voor wie zijn de kosten dan? Die vallen eigenlijk gewoon binnen je nationale bundel. Dus dat is gewoon de belminuten van je abonnement. En als jij mij mist vanuit Spanje en jij belt mij hier in Brussel, dat is gewoon hetzelfde? Dat is inderdaad hetzelfde, want ik bevind mij binnen een EU-land dat binnen de regulering valt. En ik bel naar België, dat ook binnen de regulering valt, dus geen extra kosten. En als we nu nog eens een klein beetje verder gaan, we steken de Middellandse Zee over richting Tunesië, laten we zeggen, verandert er dan iets? Dat is ook roaming, maar niet met de regulering, want ja, Tunesië zit niet tot bij die 28 lidstaten. Mm-hmm. Dus dan gelden er wel extra tarieven die duurder uitvallen. Echt duur?
Dat kan toch wel tot enkele euro's per belminuut. De sms'en kunnen ook oplopen en vooral de data zal aanzienlijk veel duurder zijn dan dat we dat gewoon zijn binnen België. Dus samengevat, als jij in Tunesië bent en jij wilt met mij bellen, dan zoeken we best een wifi-contactpunt om via WhatsApp of via Skype of een ander medium met elkaar contact te hebben. Ja, een veilige wifi-verbinding van je hotel bijvoorbeeld is dan inderdaad de raadzame oplossing. Nog één ding, ook binnen de EU zijn er daar limieten op die roaming like at home? Maar het is gewoon belangrijk, zoals je dan thuis in België ook gewoon bent, om binnen de limieten van je bundel te blijven en dan vooral met het surfen. SMS'en zijn meestal overal onbeperkt en belminuten worden steeds ook meer onbeperkt binnen de abonnementen, maar vooral dat surfvolume. Ga je bijvoorbeeld op vakantie meer streamen, meer video's bekijken, meer GPS gebruiken, ja, dan kan je datavolume nogal snel opgebruikt raken en dan ga je misschien wel nog extra gefactureerd worden, maar die tarieven zijn wel aanzienlijk goedkoper geworden, want dat zijn dan de nationale tarieven. 10 cent per megabyte of 5 cent per megabyte, terwijl dat vroeger makkelijk enkele euro's per megabyte was. Okay. Heel duidelijk, Christophe, dank u. Als jij problemen hebt met je telecomoperator of hij heeft roamingkosten aangerekend die hij niet zou mogen aangerekend hebben, neem dan zeker contact op met Testaankoop. Na bijna 3 jaar van coronamiserie kunnen we toch wel zeggen, kunnen we deze zomer misschien terug op vakantie gaan? Vandaar dat onze reisexperte Anne er komen bijzitten is. Anne, vertel eens, corona, mogen we dat helemaal vergeten als we naar het buitenland gaan of toch nog even opletten? Nee, jammer genoeg niet, Simon. Je moet goed inlichting inwinnen over welke documenten je nodig hebt om een land binnen te raken. Mm-hmm. En je moet ook inlichtingen inwinnen over de maatregelen die ter plaatse nog kunnen gelden. Dat kan je doen door te kijken op de websites van de ambassade van het land waar je heen wilt, op Reopen Europe, mm-hmm, of op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Daarnaast moet je ook ervoor zorgen dat je COVID-Safe-app up-to-date is en print het ook uit, okay, zodanig dat je in geval van problemen daar altijd kan op terugvallen. Ja, daar moet ik zeker aan denken voor als mijn batterij nog een keer absoluut, plat is. Absoluut. Je hebt ook mensen die zich de vraag stellen, ja, als ik een annulatieverzekering neem, ben ik dan beschermd voor 1, als ik zelf COVID krijg, of 2, als er ter plaatse maatregelen zouden gelden door corona, waardoor mijn reis toch niet hetzelfde is? Ja, de ene verzekering is de andere niet, dus een annulatieverzekering kan nuttig zijn in geval van ziekte bijvoorbeeld, COVID of een andere ziekte, ja, maar zal niet altijd al die andere gevallen dekken, maar je moet dus goed nagaan wat gedekt is en wat niet. En je moet er ook rekening mee houden dat er maximumbedragen zijn, dus dat je niet altijd alles zal terugkrijgen. Oké. Okay. Je hebt heel wat mensen die een pakketreis boeken. Dat is een vliegvakantie met een hotel en zo erbij. Maar heel wat mensen boeken ook individueel een hotel bijvoorbeeld. En dan kan je 2 dingen doen. Je hebt de website van het hotel of je hebt een site zoals Booking of een andere aanbieder. Wat is eigenlijk het beste om te doen? Rechtstreeks via het hotel of via het platform gaan? Wel, daar kan je geen eenduidig antwoord op geven. Je moet eigenlijk beide doen. Dus kijk zeker op het platform, want daar zullen misschien promoties zijn en dergelijke meer. Maar contacteer ook altijd het hotel zelf, want zij kunnen soms onder de prijs gaan van het boekingplatform. Ja, want dat hangt er een beetje vanaf. Die platformen moeten ook een deel krijgen natuurlijk en daarom inderdaad, kan het soms nuttig zijn om bij het hotel... Het kan nuttig zijn, dus vergelijken is de boodschap. Vergelijken. Misschien nog één ding. Als ik ter plaatse wil betalen, doe ik dat dan best met mijn creditkaart of met mijn gewone bankkaart? Wel, één grote tip. Betalen is met de kredietkaart, geld afhalen is met de debetkaart. Okay. Verder moet je rekening mee houden buiten de eurozone, dat je als je de keuze krijgt om te betalen in de lokale munt, dat je dat best ook altijd doet. Want mm-hmm, vaak zal dat interessanter zijn, dat geldt ook voor afhalingen. Mm-hmm. Daarnaast kan je opteren als je vaak op reis gaat voor een rekening bij een neobank, zoals Revolut, N26 of Bunk, want daar zijn wel interessante voorwaarden soms. En als je verre reizen maakt, moet je bij je bank contact opnemen om na te gaan of je betaalkaarten wel zullen werken op je bestemming. Met al deze tips kunnen we zorgeloos op vakantie vertrekken. Natuurlijk is het zo dat er altijd wel problemen kunnen opduiken. In zo'n geval aarzel dan vooral niet om Testaankoop te bellen op het nummer 0800 29 510. Dit was Test Talks. Wil jij ons graag blijven volgen? Abonneer dan op dit kanaal. Graag tot een volgende keer.